iedereen die kan hier aan voor de rest, geloof ik niet, als je dat kunt leren, zo dan. Nou, gerookte paling, waar je bij staat. Goedemorgen. Wij zo'n Rijndal, wil dat nog? Je hebt het gezien met die kiezers van 2 jaar terug. Ja, nou. Ik bedoel, je ziet nou, ze staan weer. Houtjes erin. Nou, dat bedoel ik, ze leren er nog geen ene zaak van, man, houd toch op. Dat is toch een grote afgang, is dat. Ja, mag jij. Nou ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, en als je dan 3 weken hier en die aflossing niet betaalt, dan belt er zo'n squeebus op. Hé, hey, joh, denk er, ik zeg, man, je werkt voor een vergieten boel, dan had je blieft op, man. Ja, dat is zo'n school hier nog. Kom wel terug, als ik klaar zeg. Hé, ja. Hey, mannen, rustig aan, hè. En als je Flevoland tegenkomt, zeg maar dat we niks met Flevoland te maken hebben, alleen met Europa. Ja, ja, want tenslotte moet je daarvoor leven, niet waar? Ja. Goedemorgen, vriend. Nou, maar ben ik eens aan het doen, ze komen. Halingrokerij. Hé, of niet dan? Ja, maar ik eet ze liever op hoor, dan dat ik ze. Ja? Dat is raar dan, daar snap ik niks van. Ja, raar is dat. Ik zal het heel anders vertellen. Er zit een Urkse Bourgondier. Ja. Wie appelen vaart, wie appelen eet. Dus wie paling er ook, wie paling eet. Toch of niet dan? Ja, dat is te zien, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nee, we moeten het wel laten zien. Ik bedoel, die zaak weghouden, dat gaat niet. Maar wat er gebeurt, waarom hebben we eigenlijk geen IJsselmeer al meer? Ja. Omdat de Portugezen en de Fransen in de EEG zitten en die mogen alles opvangen. Wij moeten uit Portugal en hun uit IJsselmeer. Nou, zo is het. Als wij met z'n beiden zo meteen met die stok en met die bijl, dan stappen we het bijland hier in bij een stier. Waar stiertjes die er staan. En we gaan met z'n beiden gaan we op die stier slaan. Ja. Dat duurt er geen 5 minuten, dan hebben we helikopters en al boven ons. En denk erom, we zijn volgende week niet vrij hoor. Ja. Als we de stier een klap gegeven hebben. Wat gebeurt er in Spanje dan? Ja. Dus ik bedoel, de Spanjaarden die vissen met nylonkousen. Aquila, aquila, dat is een tapa, daar betaal je nog veel geld ook voor. Ja? En die vangen ze met nylonkousen zulke dunne glazen halpjes. En wat ze niet opvreten daar aan dat tapa gebeuren, dat verkopen ze aan de Chinezen. En die maken er dikke paling van en dan verkopen ze weer aan ons. Ja. Kun je het nog gekker vinden? Ja. En wij betalen de hoofdprijs. Wij betalen de hoofdprijs. Ja. Ja, 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 ja. De gewone man kan het niet meer halen. Nee. Ik heb wel eens in Harderwijk gelopen hoor. En die man zei van, ik heb in mijn achtertuintje heb ik nog IJsselmeerpaling hoor. Ja. Oh, en daar ja, moet hij ze zelf vangen? Ja, nee, ja, dan konden we mee, hoefden we niet hier te wachten, dan mochten we mee naar zijn achtertuintje. Oh, ja, ja. En dan mochten we in de keuken. Ja, ja, ja. Was het stroper? Ja, maar het kan me niks schelen hoor, want ze waren wel heel erg. Ja, daar gaat het toch ook allemaal in dan. Ja, zo is het leven. Van een hartelijkheid. Hoe lang moeten ze nou roken? Hoe lang willen jullie? Een uurtje? Nou, dan gaat een uurtje. Ik ga gewoon langs. Nee, het is maar een grapje hoor. Een uurtje ongeveer. Dan, een uurtje, dat ligt er gewoon aan hoe dik ze zijn. Nee, ja, ook wel hoor. Ook. Ja. En hoe hoog ik een vuur op durf te stoken. Ja, ja. Want als ik een teul had, dan zijn ze weg en daar zijn ze gewoon te duur voor. Dat is zonde, ja. Ja, dat is het drama. Dat is me ook wel overkomen. Ja. En ik doe dat voor mijn zoon, nou, dat is nog erger. Die kunnen beter voor een ander doen. Nee, niet heel foto van mij, de bovenkant, al die kopjes. Ja, nee, dit zat op de film. Ze staan er allemaal op. Al die platte kopjes, of niet dan? Ja. Nou, ik heb toch een mooi verhaal gehad over die filmpje. Ja, zeker. Het is wereldnieuws. Ja, dat is wereldnieuws. Wereldnieuws uit Urk. Ja, dat is al wel. Ja. Ja, normaal komt het van het Monetair Fonds, van die meneer DKS of SKD, hoe heet die? Ja, die officiertje. Voorlopig is die weer los, hè? Je kunt dat niet begrijpen dat zo. Ja, jij en ik gaan nog lang niet los. Je kunt dat niet begrijpen dat zo'n man zijn hele carrière. Maar dat is zo machtig, zeker. Ze voelen zich zo machtig. En weet je wat hij meekrijgt? Nou. Hij heeft dan ontslag genomen. Ja. Hij wordt, ik weet niet hoe lang, nog doorbetaald met pensioen. Ja, en hij krijgt ook nog 275.000 euro mee. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt waar. En ik begrijp één ding niet. Ja, voor dat vrouwtje natuurlijk wel. Maar dat hadden ze toch direct moeten middelen. Maar dat mensen moeten zeggen, hier 100.000 euro.
wegwezen, klaar. Die zit in de flat waar we allemaal iets hebben opgelopen. Ik weet het ook niet, dus die kerel die moet nog maar uitkijken. Ja. Wat nou, dan draait die strafpleiter zo meteen om. Ja. Dan zegt hij, zijn je baan misgelopen?